We zijn hier bij de Shift 4, een evenement van de stroomversnelling die helemaal in het teken staat van vier wijkaanpakken die laten zien hoe het kan. Maar ook waar ze tegenaan zijn gelopen. Samenwerken in de wijkaanpak is echt cruciaal. Want op het moment dat het meezit gaat het altijd goed, maar als je er tegen heb je elkaar nodig. En ik kom hier vooral om ervaring van andere gemeenten en andere bedrijven op te halen in die warmtetransitie en te kijken of we nieuwe verbindingen kunnen leggen. Wat hebben zij gedaan? Wat was succesvol? Wat juist niet? Dus eigenlijk de tips en tops om mee te nemen naar Breda, waar we recent zijn gestart met de wijkaanpak in de eerste wijken. En accepteer dat dingen gaan mislukken, maar ga er dan wel op de juiste manier mee om. En die faalopbrengsten die zijn met name interessant wanneer je niet zomaar een mislukking hebt, maar een briljante mislukking. Nou, ik heb net geluisterd naar de speech over briljante mislukkingen en ik vond het toch daar weer ja, met heel veel relativeringsvermogen en humor, maar ook toch blijven praten met elkaar en echt luisteren van wat speelt er nou bij de bewoners of de huurders of de gemeente. Ik ben hier bij de Shift om me eigenlijk kenbaar te maken met de uitdagingen, maar ook de oplossingen die er in de energietransitie nu te vinden zijn en gerealiseerd worden. Mijn boodschap was om verhaal te vertellen over onze wijkaanpak en hoe wij samen met bewoners, gemeenten en partijen de kansen en uitdagingen aangaan rondom die hele energietransitie in onze wijk, de benedenbuurt in Wageningen. Ik hoor hele mooie voorbeelden, ook met successen die ze soms zelf niet van tevoren bedacht hebben. Ik was net bij een werksessie voor de gemeente Eindhoven bij Proeftuin het Ven. En ik was ontzettend onder de indruk hoe zij zo snel de knop hebben kunnen omzetten. Het allerbelangrijkste bij omgevingsmanagement is dat je naar elkaar luistert. En niet alleen je eigen projectleden, maar wat er om je project heen speelt. Dus naar de belangen van anderen luisteren, belangen ophaalt en die belangen probeert te vertalen naar je project. Het is belangrijk om een onafhankelijke rol te hebben, omdat je projectbelangen en omgevingsbelangen in gelijke mate met elkaar moet verenigen. Om uiteindelijk tot rijkere oplossingen te komen waar iedereen blij mee is of een beetje blij mee is. En, ja, het zou mij niet verbazen als er morgen ook een hoop deelnemers meteen voor morgen weer iets meenemen wat ze gisteren nog niet wisten.